Hallo, hallo. Hey, bonsoir. Ça va toi? Nieuw jackie? Nee, niet eens joh. Die heb ik al tegen je aan gehad. Je moet ook aan een brilletje, ben ik bang. Ja, ik geloof het niet. Nee joh. Nee, die heb ik al een paar jaar. Oh. Wat een brief. Daar ga je straks nog wat zeggen. Heb je deze nieuw gekocht? Wat is ik dat nou bij eten? Ja, maar, ik denk... Je was er toch bij. Ze had die stiekem tegen jou zeggen van, ik wel nieuwe schoenen. Nee, zie je? Wat heeft hij aan? Die schoenen ken ik niet. Ze zijn wel die schoenen. Ja, ze zijn nog spierwitte. Ja. Ja, weet ik. Je hebt ze nooit gebruikt. Het zijn de oudste die ik heb. Echt. Hou op. Ik denk dat ik ze wel een jaar of 7 heb. 7 en zo wit, zo. Ja, je kent me toch? Heb je nooit gebruikt of zo? Ze gaan elke week in de bleek. Nee. Zou het zijn? Maar zo, ze zijn helemaal spierwit. Het groen is weg, het rood is weg. Nee, maar ja, ik heb ze ook heel weinig aan gehad. Nou, ik weet niet of je ze nog aan hebt gehad. Maar aan deze, ik zeg het eerlijk, ik heb er nooit wat aan gedaan. Er is geen spons overheen geweest. Oké. Maar ik kwam omdat ik die andere toen op een gegeven moment had gekocht, weet je, echt voor het sporten hier, hè? Ja. En, maar die hadden gewoon een goede veer onder zo. Deze veel minder. Maar ik dacht, ja, weet je, het maakt nou niet zoveel meer uit, omdat je toch niet meer gaat hollen. Nee. Als je toch bent, dan maak je heel uit. Nee. Dus. Vandaar. Ah, zo mooi. Ja, hè? Mooi bandje. Oké, is die met je opgegaan? Nee. Terwijl het best oude modellen zijn. Ja, daarom, dat viel me dus gelijk op. Even, is dat weer nieuw of zo? Is dat retro? Nee. Het is nu wel droog wat de hele dag geregend heb, hè? Nou, ik word wel een beetje moe van de regen, moet ik zeggen. Oh, je hebt het echt. Oh, ja. Oh. Heb je het nodig? Nee. Oh. Ik heb expres een stoeltje maar neergezet. Oké. Okay. Even uitzitten. Zo. Even kijken. Oh, het ziet er niet uit. Ja. Zo. Ze zijn wel mooi geworden, hoor, de posters. Ja, gaaf, hè? Ja, die heb je nog niet gezien, nee. Zo hangend, hè? Nee. Ton, je hart zit goed. Nee, vreselijk. Ik moet nodig naar de barbier. Even het haartje goed. Nou, het lost niks op. Laat maar zitten. Ah. Oké. Okay. We mogen kiezen. Cross trainer, fiets en total body climb. Total body climb is jouw conditie, dus korte stapjes. Oké. Okay. Yes, 5 minuten elk apparaat. Zal ik daarin gaan? Welke doe jij eerst? Kies voor jou. Ik ga je beginnen. Doe ik hem naar jou. Oké. Okay. Ja, dan staat dit in beeld. Nog een keer klikken. Nog een keer. En als dit dan in beeld komt, dan... Ja, okay. Helemaal goed. Lekker dit aan de kant. Daar is straks de ruimte nodig. En hoe was jullie dag? Ja, goed. Leuk. Eerst naar school geweest. En toen... ik zei dat ik zeg maar met een vriendin een keer dingen ging halen. Yeah. Ze zei, ja, we gaan wat halen. Ik zei, oké, waar zijn ze? Ja, Nijmegen. Ik denk, oké, best ver, maar oké, gewoon doen. Best ver. Dus we komen eraan, nog nooit Nijmegen en zo geweest. Moesten we allemaal een soort van kisten, boksen halen met allemaal sportdingen. Ik dacht, oh, ging weer niet in de trein, maar maakt het niet uit. Ging goed. En jij? Ja. Leuke dag. Ik kreeg vandaag ook filmpjes van onze familieleden. Leuk. Heel gek. Dus, allemaal kistjes gemaakt. Ik kom nu een beetje tegen het einde, dus we moeten alle orders die nog staan wegwerken. Er zijn een stuk of 40 kistjes. Zo. In één dag? Nee, we hebben nu een stuk of 12 gemaakt, denk ik. Oh, wauw. Wat is jouw dag, Annemarie? Ja, nou ja, door het weer was ik te laat op mijn werk. Oh. Ging allemaal mis vanmorgen.
vanavond was een lekker stage, 10:06. Dus even haasten. En, Nou, echt rennen, vliegen. Ja. En het erg is, we zijn heel stil. Weet je. Ze willen met dat ruisen. Maar goed. Wat zei je net? Ik kreeg filmpjes. Ja, ik kreeg vandaag weer een zwarte envelop binnen. Oh? Ja, en ik pakte Klinkt hem. Eng. En dan kijken ze en ik, hey, dit is geen brief. Ik zie alleen een USB-stickje. Oh? Ja, dan zie je ook van, wat is dit? Ze komen boven en iedereen heeft een bericht van zijn familie. Stond dat op de USB-stickje? Ja. Oh, op de computer is dat dan? Ja. Oh, wat eng. Ja, we stonden best 1 tot en met 8 en dachten van, wat is dit? En elk filmpje was dan één familielid die ons aanmoedigde. Oh, wat leuk. Ik kreeg best mijn zusje weer te zien. Ik, echt hey! Waar? Wat leuk. Dat was ook heel gek of zo. Ze had nu bruinig haar. Ik hey, hè? Ja. Ja, heel, heel maf, maar wel heel tof. Oh, wat leuk zeg. Leuk. Wat zei ze? Ja, we zijn trots. We houden van je. We hopen dat je gaat winnen. En dat. Oh, wat leuk zeg. Heel leuk. En met de ander ook al. 1. Yes. Laatste keer doorwisselen. Maar ja, weet je, dan meld ik ons gewoon weer aan voor dinsdag en dan zie ik wel wat er gebeurt. Ja, ja. Ja, zoals... Als je opgeroepen wordt, nou ja, dan laat ik het wel weer weten. Ja. Maar voor hetzelfde geld duurt het wel 2 weken. Ja, succes, maar een mailtje als je opgenomen wordt of wat dan ook. Kunnen we die altijd nog even succes wensen. Top. Goed. Dus, mag ik nog even omhoog? Ja, daar staan. Ja. Iets zo. Anders blijf je knieën zo gebogen. Is niet goed. Ja. Hoppatee, lekker bezig. Niet zwaar. Gewoon weer in de open wereld. Ja, ja, ja. Maar krijg je wel wat mee van het gewone nieuws? Of helemaal niks? Misschien nee, alleen helemaal niks. De hoofdlijnen? Ja, heel af en toe hoofdlijnen. Oké. Okay. Maar that's it. Maar ja, het is ook alleen maar goed, want anders maak je eigenlijk ook om dingen hier buiten, terwijl je eigenlijk gefocust moet zijn op je binnen. Jawel, ja, 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 ja. Ja, er spelen allerlei rare dingen, weet je, op het moment. Ja, dat klopt, juist. De bouw die lag voor een heel groot deel stil vanwege bodemvervuiling, weet je. Ja. Stikstof en PFAS. Maar ja, dat is wel van, over dat het aantal kilometers weer naar beneden gaat. Dat is van 30 naar 100. Klopt. En dat bouwvakkers zijn gestaakt. Nou, ja, een heleboel bouwprojecten die lagen gewoon stil. Van Den Haag toch? Aan het protesteren. De boeren. Ja, ook boeren. Ja. Ook nog bouwvakkers. Ja. Ja, het gaat nou wel weer een beetje de goede kant op, weet je. Want na de maatregelen die ze willen gaan nemen, zou 3/4 van de bouw gewoon weer opgestart kunnen worden. Okay. Dus. Eén minuut nog. Ook wel maf hoor, als je weer buiten komt, je weer alle nieuws, al het nieuws en wat eigenlijk speelt in de wereld. Ja, weer ja. Met deze onthoud je 12 per been. Dus 12 keer links, 12 keer rechts. Ja. Die gaan we niet doen, Annemarie. Deze was er. Nee, nee, deze. Lekker extensie. Ja, die was van dinsdag. Heel goed. Maar voor deze ook 4 setjes? Zo, hij staat op 15. En probeer bij de laatste setje en net een gewicht harder of zwaarder te zetten, dus jezelf daarin ook uitdaagt. Nou, 15 kan ik niet aan, hoor. Oh, op 13 wel? Nou, gaan we gewoon beginnen met weet ik niet meer wat ik altijd heb. Beginnen gewoon met dit. Ja? Heel goed. 1. Ah, netjes. Wacht even, dat is niet goed. 2. Heel goed. Yes, rug tegen het bankje.
Kijk, als het ver weg zit, kan je bankje ook naar voren schuiven. Oh, kan hij iets meer? Ja. Oh, dat is wel beter. Hier, zit hier een hendel? Ja. Oh, dus zo verschuiven. Ja, het is. Heel goed. Dan heb je 12 keer gedaan, pak je ongeveer 20 seconden tot 30 seconden pak je rust. Hier is rug tegen het bankje. Hier is nog verder naar achterleunen, nog verder naar... Echt zo? Ja. Dan is de intensiteit op je benen nog zwaarder. Heel goed, heel goed. En vergeet niet uitblazen als je de inspanning hebt. 1, 2, 3, heel goed. 4, 5, 6, halverwege. 7, 8, nog 4, 3, 2, heel goed, heel goed. Laatste, laatste, laatste. Yes. Het wel zuurt als stil, zeg. Ja, dat is de bedoeling. Oh. Als je net voorbij de 8 à 9 bent, moet je gaan verzuren. Okay. Het wordt leuk bij de laatste ronde, want dan gaan we nog zwaarder zetten. Gewoon één tandje. Zijn het drie rondes of vier, vier. Rondes? Okay. Vier. Na de derde ronde ga je hem ietsjes verzwaren. Gewoon om jezelf uit te dagen. Dan haal je niet de 12 keer, haal je maar de 8 keer. Helemaal goed. Yes. De rug tegen het bankje. Heel goed. Blaas uit, blaas uit. Hoe is dat voor je lief, Tom? Nee, het gaat wel. Maar dat is juist het stomme. Ik voel het nu dus meer aan die linkerkant. Terwijl rechts zie je duidelijk een opzwelling. Snap je? Okay. Heel raar. Huh? Dus ja, ik ben echt benieuwd morgen. Ja. Even kijken, dit was de derde keer, goed, toch? Ja. Ja. Oké. Okay. Mag ik hem iets verzwaren? Ik ga hem bij jou verzwaren, Tom. Kijk, poppetje nog. Oh, daar doe je dat. Ik dacht hier al. Nee, het is een versnelling. Oké. Dus lukt 12 niet, ga je tot 8. Moet hij van 4 of zo? Ja, ik ga hem goed. Oké, Annemarie, heel goed. 1. 2, netjes. 3. 4. Oh. Ja, hafel. Rustig aan, hoor. Ja, ja. Dan ga je tot 8. 5, heel goed. Laat me verzuren. 6. 7, laatste. Ja, die is vervelendste. Kom maar. Zo. Heel goed. Heb je hem eens lichter gezet? Nee, netjes. Nou staat hij zwaar. Hoe kan het dat hij nou zo zwaar is? Ik heb een idee dat hem... Ja, maar je ook al... Hier hadden. Nee. Oh. Nu al zet ik hem op 2. Maar heel goed. Oei. En die laatste keer is al vervelend. Oh ja, de laatste setje. Vervelend, ja. Oh, die is echt vervelend. Oh, jij gaat dat doen. Oh. Ja. Wacht tot iedereen ready is. Even wachten. Wat moet ik ook weer doen hier? Ja, ik kom zo nog een keer uitleggen. Oké, heel goed. Toch? Ja. Is dat een zwaar setje dicht? Wow. Oh, ja, pas het einde gaan we echt zwaar zetten. Oh, even wat lager. Mag je eentje lager? Ja. 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 Oh, wacht. Ik zet deze even iets van hoger gooien. Oh. Je hoeft niet helemaal tot hier terug te komen. Nee. Het is iets fijner als je weet dat het gewicht niet op elkaar klapt. Ja, is goed. Yes, hij mag. Netjes. Goed. 10. 8. Even, probeer je bovenlichaam stil te houden. Oh, echt? Oké. Okay. Echt alleen maar je benen aan het duwen bent. Je bent ook altijd helemaal doodstil als je daarmee bezig bent. Laat uit.
Kun je hard te tellen als je naar beneden gaat. 6. Heel goed. 6, 7, 8. Probeer eerder uit te blazen. Als je omhoog gaat. 12. Je chirurg morgen vragen, weet je, of het verantwoord is om het in januari te doen. Want ja, je weet niet hoe lang of je hier kan blijven komen. Ik maak het het liefst af, snap je? Dat is een mooie instelling. Ja, 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 maar ja, hij moet het wel, hij moet er wel mee akkoord gaan. En voor je zorgverzekering. Shh. 1, 2. Dat is hard op, hard op. 4, 3. Ja. Oh, ja. Die gaan zo zwaar. Heel goed. Het is voor zeker checken, lukt dat om een te verzwaren? Of zeg je van nou, dat komt dan te veel druk op? Nou, ja? Denk wat het gaat. Ja, niet dat we gekke dingen gaan doen met die chirurg morgen nee. Van nou, wat heb ik niet wat jij hebt gedaan? Ik pak gelijk mijn mes. Nee. Ja. Goed, nou, loop maar mee, meneer. Precies. Oké. Kunnen we verzwaren de laatste ronde? Probeer maar. Ja? Heel goed, heel goed. We hebben 2, hè? Dus doe niet terug. Oh, sorry. Oké, kom maar. Gaan we. En 3. 4. 6, 7, 8, heel goed. 9, nog 3. Nog 2. Nog 1, de laatste. Netjes. Heel goed. Ja. Is het verlichter? Ik heb trouwens mijn record verbroken vanmiddag. Wat zeg je? Ik heb trouwens mijn record verbroken met dat... Wat heb je? Mijn record verbroken met dat omhoog. Ja. Wat had je? Ik had nu 1263. Maar je had toch vorige keer 1700, weet je wel of niet? Nee, wij niet. Nee, hij vorige keer. Ik weet het niet. Geen 1700. Vorige week. Nee, toen was mijn max 1100. En daarvoor sowieso mijn max was 1200, nu ook 1263. Yes. Oké. Okay. Zullen we dat ook nog straks doen? Ik heb een spieper in mijn benen. Ja, aan het einde hoor. Oké, dit is gewoon lopen, hè? Dat was hetzelfde als net, zeg maar. Ja, maar nu hou je je bovenlichaam hou je stil. Dus wel hierop leunen? Ja. Oké. Okay. Je mag erop leunen. Moet ik dat zo doen? Je mag helemaal niet doorzakken. Zo? Ja. En dan kom je weer omhoog. Zo? Ja. Seconde achter. En gewoon bam, bam. Alsof je heel zwaar aan het traplopen bent. Hele grote trainen. Mag je nog dieper zakken? Nog dieper. Ja, dat is het. En hoeveel sessies is dat? 12 per been. Dus 12 rechts, 12 links, 24 in totaal. Oké, en dan stoppen. 4 keer, ja. Okay. Dan een half minuut rust en dan ga je 4. Wow. Heel goed. Kijk eens, super fanatiek. Heel goed. Is Oh ja, nu is goed. Ja, okay, ja. Nee, prima. 2, 3, 4. Kijk of niet. Er staat toch veel te licht meer. Nee. Jawel, nee. Man. Nee, ik voel het echt heel erg. Niet waar. Heb ik het niet? Oh. Hey. 2, blaas uit. Tel hard op, tel hard op. 4. Oh, 5. Oh. Mag die eentje lichter? Ja, mag lichter. Sorry. Thanks. 6. 7. 8, nog 4. 3. 2. 1. Heel goed. Sorry. Weer hard op te tellen dat je zelf uitblaast. Ja. Dieper, Annemarie, dieper. Heel goed.
Ja, maar wacht. Dat is een zware oefening. Ja. Je bovenbenen krijgen wat te verduren. Nou. Goeie ton, heel stilletjes. En 12. Hoppa. Jou natuurlijk verzwaard. Hé, hey, je kijkt even niet, hè? En het is meteen weer gebeurd. Ja. Nee, is goed. Oh. Stond hij op? Hij stond op 4. Oh, oké. Okay. Dus even kijken. Zo, de laatste ronde. Vaak heb je een gat meer? Nog één keer. Nog één keer. Dan probeer op 4 en gaan we tot 8. Oké. Okay. Ja? Ja. Oh. Yes. En echt één, maar echt één zo of één terug? Omhoog. Als je de kracht moet uitoefenen, blaas je uit. Dus intensiteit uitblazen. 1, 2. Je mag eerder uitblazen. 3. Heel goed. 4. Heel goed. 5. Oh. Hou vol. 6. Nog 2. 7. Laatste. Pas op maar. Zo. Ja. Nog één keer. Opnieuw. Oké. 3, 2, 1. Heel goed. Netjes. Even nu even snel een slokje water. Ja, heel goed. Slecht lopen. Dat is altijd zo mooi als je dan benen hebt getraind, dan loop je altijd zo mank. Dat heb ik ook. Dan kom ik van een 4 aanlopen en de ziel en denk je, wat heb je gedaan? Ja, benen gedaan. Oh, oké. Okay. Ik zal je vertellen, dat je conditie, tenminste voor mij, ik spreek alleen voor mezelf, is in het laatste, na 15, 16 maanden, is het echt super opgekrikt, hè? Ja, helemaal goed. Want vroeger, nou ja, dat weet je nog wel, ik kon niet eens een heel rondje hardlopen. Nee. Klopt. Maar nu, ik bedoel, nou ja, van de zomer, weet je, met Noelle en met jou en zo, liep je gewoon dat grasveld tien keer heen en weer, hè? Dat is eigenlijk zonder problemen. Dat is alleen maar goed. Ja, het is gewoon oefening. Ja, het is je cardio, maar ik denk ook sowieso je spierconditie. Mm-hmm. Dat is heel anders. Ik denk dat die ook wel een stuk vooruit is gegaan. Hoor. Want je houdt nu veel langer vol om die 12 keer te halen. En het is ook kracht, maar het is ook herhaling. Ja. Mm-hmm. Dat is zeker wel een punt, hoor. Nee, maar kijk, ik zou toch eigenlijk met Shira toen naar de sportschool gegaan zijn. Hè? Maar toen ik daar het bord op het strandje zag, ik denk, hey, is veel leuker, man. Ja, lekker buiten. Ja, dat vooral. Dat is gewoon lekker. En zo weer lekker buiten. Oké. Wat gaan we doen? We beginnen even met buikspieren. Tai Bo, dus 20 seconden, 10 seconden rust. Heel simpel, zitten, benen omhoog, handen omhoog. Ja? Juichen. Het scheelt, ik heb nu geen wekker, ik heb gewoon een horloge op. Ik heb daar wel spierpijn van dinsdag. Heb jij dat ook, Tom? Spierpijn? Je onderbuik, ja. Ja, dat heb ik dus ook. Precies, ja. Was het van dit? Nee, ik weet het niet. Oh nee, dat deden we vorige week nog. Ik kreeg het precies. Denk ik, met z'n drieën. Nee, dinsdag waren we met z'n tweeën. Ook datzelfde. Benen ging werken. Oh, dat is het. Vandaar. Ja. Oké, zijn jullie klaar voor? Ja. Oké, dus je weet, arm boven je hoofd gestrekt en benen gestrekt. Of als dat te moeilijk is, mag je benen inspuiten. 3, 2, 1 en go. Doorvallen. Sorry. Benen tegen elkaar. Goed, arm boven je hoofd. Ja. Dus probeer je arm ook te strekken. Handen los. Heel goed. 5, 4, 3, 2, 1. Ik merk het vooral in mijn maat of zo. Want ik had zeg maar begin had met S en nu M. En ook gewoon qua push-ups. Ik kon dat echt niet. Hè. Dat heb ik echt van jou geleerd. Ja, tof. Oké, mag die tweede keer. Heel goed. Handen boven het hoofd. Kun je rug recht houden. Voor je recht op. Ja, maar dat gaat niet, joh. Dan komen die voeten weer op de grond. 4, 3, 2, 1. Oh, dat is spitsen. Maar je voelde hem wel hier, hè? Dat is het belangrijkste. Ja. Dat voelde ik nog. 3, 2, 1. Derde keer. We gaan in totaal 6 keer. Had je nog niet moeten zeggen? Ik had ook kunnen zeggen 8 keer.
10 seconden. Heel goed. 2, 1. Oh. Oké, okay, heel goed. Dan gaan we planken. Oh, je moeder weet hoe ze moet planken. Echt? Ja, is ook, hè? Heel mooi recht. Doet ze het beter dan ik? Ik wil even zeggen, ik kan maar 3 seconden. Ik zei het van de week dat ik het eindelijk kon. Naar het einde naar. Ja, maar nou deed je het op de goede manier. Hè? Nou deed je het op de goede manier. Ik heb een idee, Brenda zei het stap voor stap. Ja, oké. Oké. Ja, maar dan heb je ook geen last van je knieën. Nee, daarom. Ik kan niet langer dan 3 seconden. Dat maakt niet uit, als je maar inderdaad zo lang mogelijk weer te rekken. Dat is echt zo verzuurd. Je moet dat opbouwen of zo, toch? Ja. Oké. Beginnen. We gaan weer extenden, dus 25 centimeter voor je uit. Dus je begint onder je schouder. Onder je schouders. Ongeveer 50 centimeter zo voor je uit. Yes. Dan wanneer ik eigenlijk al zo sta, voel ik al gelijk mijn buik. Mm-hmm. Oké. Okay. Yes. Ready. 5, 4, 3, 2, 1. En go. Heel goed, netjes. Nee. Iets laag te gaan. Ja, top. 6. Heel goed, Annemarie, dat is hem. 10. Ja, nee, netjes. Ja. Als het drijven kan, ga je gelijk weer door. 15 seconden onderweg. Heel goed. En weer doorpakken. 3, 4, kijk, heel goed 3, bezig, Mirjam. 6, 7, 8, 9, 10. Netjes. Half minuut onderweg. Hij houdt al echt al lang voor, Annemarie. Ja. Dat is alleen maar niet goed. Zo lang als hun. Nee, maar ja, dat is opbouwen. Oké, laatste 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, en rust. Maar doe je echt, zeg maar, je buik aanspannen? Want ik voel het ook meer in mijn rug of zo, heel raar. Maar hou ik mijn rug goed? Ja, je had een mooie houding. Maar nou, ik was zelfs trots, je ging niet dit doen of ik bleef gewoon zo staan. Hè? We moeten nog 5 keer. Ah, dat klopt, maar we hoeven nog 2 keer. Oh. Ben je nou voor mij of over jou? Nee, ik. Jij doet het heel goed. Nee, maar jij vindt het moeilijk, weet ik. Ja. Het is best wel moeilijk als je het nooit doet. Hoor. Nee. Maar waarvoor doe je het eigenlijk? Voor je buikspier, voor je core. Maar die voelden we net ook al. Ja, buikspier dus... moet je met meerdere oefeningen trainen. Oké. Nou, ik kan ze lachen. 5, 4, 3, 2, 1 en go. Heel goed. Mag je armen iets verder naar voren doen, Mirjam? Ja, toppie. Mijn benen tegen elkaar. Heel goed. Goed zo, buik aanspannen. Allerbelangrijkste. Als je het in je rug voelt, gooi je heupen iets hoger. Goed, blijf ademen. Dat is het allerbelangrijkste. Die chirurg die zegt morgen, wat ben je voor een blok beton? Ik kom er niet doorheen. Oké, gaan we. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Ja, wegwezen. Ik kom geen mier op te zitten. Maar dat planken heb ik zelf nooit gedaan, hè. Maar ik deed die oefeningen die ik destijds van de fysio heb gekregen. Ja. Maar het is met strekken, weet je? Ja. Je rechterarm en je linkerbeen en dan andersom. Ja. Maar toch, jij trilt ook niet. Nee. Ik ga echt op een gegeven moment gewoon zo. Ja, maar op die manier, wat ik net zeg, doe ik het eigenlijk al. Nou, bijna 40 jaar. Ja. Oh, wauw. En doe je het ook elke dag? Nee, 1 keer in de week. Maar dan al die oefeningen, weet je. Dan ben ik een uurtje bezig. Maar ja, met die 2 keer hier is het toch 3 keer in de week, snap je? Maar die oefening die je net zegt, dus heel toevallig heb ik daar een paar dagen geleden op Amerikaanse fitness site over gelezen. Oké. Dat het inderdaad een hele goede is. Je dan... Oh, dus in de gewoon fitness gebruiken ze het ook? Ja, het is een hele goede voor je buikspier. Welke is dat? Hm? Ja, welke is dat dan? Dan ga je even kijken. Wat is het nou? Zo. Ja. Oh, en dan wisselen. En dan deze. En dan hoe lang volhouden per rekken? Keer? Dan doe je 12 keer per arm. Maar steeds gewoon draaien. Ja, prima plat, dan draai je naar zo toe. En je moest je been mocht niet hoger dan je heup of zo. Oké. Ik gebruik mezelf Maar dit ook, hè? Zo je been optrekken, zo hoog mogelijk. Ja, dat is en dan ook, mountain climber. En dan ook wisselen. Ja, maar die laat ik jullie niet doen.
Dat is zeg maar, dan moet je heel intens, zo tak, 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 tak. Oh ja. Maar ja. Nee, dat zeggen, is voor mij niet ook. Als je dan één keer verkeerd stapt of je tanden echt doorheen, dan knal je hier gewoon met je tanden. Echt? Oh. Ik denk van, nou, je moet wel eerst je buikspieren ophouden. Dat vind ik niet wel belangrijk. Mm-hmm. Ik heb gas op het anders. In de zomer kon jij toch dit heel lang? Of was dat een andere oefening? Nee, dat klopt. Dat plank op zich. Dat is 100 keer. Ik ga nog één keer planken. Daar heb ik ook niks geen probleem mee, weet je. Dat is zo knap. Van buikspieren van beton. Ja, daarom weet je zo. Vijf, vier, drie, twee, één. Laatste keer. Beton, beton. Ah nee, ik vergis met wat Jantje beton. Ah, romvlaag, rombeton. Heel goed. Spanning op je buik, blijf ademen. Heb je je spijkerbroek al? Had je het ook twee nieuwe besteld, niet? Ja, ja, ik heb eigenlijk nieuwe geleerd. Daar zit ook het horloge bij. Oh, oké. Okay. Nog 15 seconden. Maar dat is ook iets wat ik merk, hè. Dat echt een stuk of 3-4 broeken, die zitten me echt vies te wijd. Ja, dat kan heel goed kunnen. En 5, 4, 3, 2, 1. Maar ook met schoenen, zelfs je voeten lijken kleiner te worden. Oh, nee, je voeten? De lijsten, ja. Steken. Ja. Oh. Want vroeger had ik maat 44, hè. In de laatste jaren kon ik ook 43 gaan. Maar nu kan ik zelfs 42 gaan. Knap hoor. Is toch raar? Een klein beetje. Huh? Oké. Okay. We gaan treffende trap opdrukken. Yes? Ja. Gaat de trap 10? Waar zit je helemaal? In Amerika of zo? Je zit helemaal, weg. Ik zit helemaal te slapen, joh. Ik had maar één gedaan. Je hebt te veel gereisd vandaag. Nee. Die zei je ook. Oh. Oké. Okay. Probeer in dezelfde positie als je net ging planken. Op te drukken. Oké. Nou, dat is wel fijn. Kijk even hoe je dit moet doen. Zo staan dus, ja? Rugrecht. Zakken. Oh, nee. En dan heb je 10 seconden rust. Dat is wel fase zit. Maar anders kan je niet. Dit is fase A. Ik heb hem al gedaan. Oh? Ik heb het al gedaan. Je moet het wel gaan doen. Ja. Wat dacht je? Ik dacht dat met z'n drieën deden. Of wil je kijkgeld betalen? Ik dacht met z'n drieën deden. Nee. We doen wel met je mee. Ja, graag. Heel goed, heel goed, heel goed. Dat kan echt niet. Je lijkt Marga wel. Kijk maar hoe jullie het doen. Oké. Okay. En 1. En zakken door je armen. Ja, dat vind ik echt een beetje eng. Oké, dan mag je het ook zo? Ja. Zo, hè? Ja. Hoeveel moet? 1 keer. Gewoon durven. 10 seconden rust, dan weer 2. 10 seconden rust, 3. Wel vaker, hè? Flink doorzakken. Helemaal vaker gedaan. Ja, volgens mij de laatste keer op het gras. Ik zit dit te denken van... Het is niet nieuw. Het kan ook uit je neus kosten, maar goed. Vergeet goed. 2. Oei, die doen het heel snel, zie ik. Maar dan zijn we er vanaf. Ja, dat heb ik ook geleerd altijd. Dus het snel doet, ben je er vanaf. Maar het is beter voor je lichaam, heb ik van Brenda geleerd, om alles heel sloom te doen. Ja, klopt. Ja. Oké, en 3 keer. Ja, het gek is ook met opdrukken, al doe je het op je knieën, dat kan ook heel zwaar zijn. 3. Want je duwt nog steeds je bovenlichaam, duw je omhoog. En dus met Artje gingen we dan op 3 manieren opdrukken. En op een gegeven moment bij de laatste set zat ik echt op mijn knieën gewoon te drukken. Ik kreeg het anders gewoon niet meer op elkaar. Maar je hebt dan aan het einde heb je zelfs dat knikje, dat is gewoon heel zwaar. Ja, precies. Maar als je die twee zag, had jij Jens met z'n tweeën hier. Ja. Als wij ook wel eens bezig waren, smiddags. Wow. 4 keer. 1. Hey. Oh, je heup laag, Tom. 3. Oh. 4. Heel goed. Maar is dan bij die push-up nou ook beter dat je heel langzaam doet of juist snel? Het is bij je toch weggedrukt, snap je? Ja, het is bij de push-up zeg maar belangrijk dat je als het ware... 1, 2, 3. Oh. En dan heel snel omhoog. Dat is eigenlijk de perfecte manier, maar... Zelf pak ik hem ook niet zo, want dan denk ik ook, ik wil er snel vanaf zijn, dus pak ik hem op. Je bent wel goed zo. Ja, maar jij kan zelfs klappen, dat vind ik helemaal. Ja, maar ja, dat is inderdaad. Wat kan mij? Weet je, omdat hij een keer bij ons en deed hij zo, ging hij klappen. Dus ik kon dus door klappen, maar kon ik begin ook niet. Ik heb toen
ook geprobeerd. En het maakte een klap aan mijn kaak, hè. Hoe heb je dat dan geleerd? Dan opeens van, oh. Ja, gewoon als je weet, oké, nu kan ik het, nu durf ik het. Probeer. Moet wel vijf keer. Ja. Het mooie is ook met zo'n push-up, hoe breder je hem pakt, hè, zoals jij hem pakt, is echt ook voor je borst. Ook voor je trim, maar met name voor je borst. En hoe smaller je hem pakt, is arm echt naar binnen. Is meer tricep die je pakt. Maar het is natuurlijk altijd wat je zelf fijner vindt om op te doen. Nou, bijt is het makkelijker. Ik weet niet waarom, hoor. Ja, ik vind bijt ook makkelijk, hoor. Want ik weet nog dat we hem vroeger, toen moesten we hem toch wel eens, weet je nog, dit deden, ja. Nog? Ja, nou dat, hele smalle. Ja. Mm-hmm. Ja. Dat is het zwaar. Die vind ik echt moeilijker. Klopt. Ja, we hebben van nature, voor mij, heel veel mensen hebben dat horen, dat de borstspier al veel sterker is. Dat er natuurlijk veel meer spier zit dan in je biceps. Oké, 6 keer. Ja, ik stap even, hoor. Ik heb wel een zin in mijn... En zo weer. 3, 4, 5, 6. Hier, anders een matje voor je knieën. Nou kijk, mag ik graag ook gewoon... Nee. Als ik zeg stop dan krijg ik gewoon een mat erbij. Moet ik eraf? Ja. Mag je deze voor onder je knieën leggen? Ja. Zo, luxe. Ja. Oké, gaan we. Trap 7. Oh, dat is beter. Goed, heuplaag houdt op. 2, 4, 3. Goed, blaas uit. 4, 5. Heel goed. 6, 7. Is er al een gaatje gezaagd voor de kerstboom? Nee, nog niet. Oh. Nee. Hij komt na Sinterklaas Wim hem brengen. De boom. Oh. Hij had gelukkig nog kon die boom regen. Oké. Maar dan gaan we inderdaad gewoon een gat in de vloer zijn. Het moet een flinke worden. Ja. Er staan toch hier genoeg bomen die je kan als kerstboom kan gebruiken? Zonde. Die kerstboom toch opgezaagd. Ja. Oké, 8 keer. 8. Als het te makkelijk gaat, Annemarie, probeer je benen ook omhoog te doen. Te makkelijk? Wanneer... Zei je dat nou? Ja. Oh. Maar het was toch ook wat je zei, omdat je dan deze doet, dan deed je een bepaalde spier die je zeg maar normaal niet echt heel vaak traint. Daarom was het toch ook heel moeilijk? Ja, dat is met je tricep. Oh, ja. Je pakt dan echt puur dan bijna alleen op je tricep. En dat is best wel intens als je hele lichaam daarop moet... Kan je dat lang volhouden? Dat weet ik niet. Ik heb heel lang geleden dat ik het laatst echt zo opgepakt. Ik ga het nog niet proberen. Als ik hier op mijn kaak land, ik heb al dit tegen elkaar. Oké, trap 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Goed, en 9. Dat is ook even rust en dan gaan we voor de laatste trap. Nog 2 keer. 1 keer. Maar dan vol. Yes, laatste trap. Trap 10. Heel goed, blaas hard op. 1, 2, 3. Heel goed, blaas uit. 4, 5, 6. Heel goed. 8, 9. Oh, 10. 10. Ik pak wat water. Even een slokje water. En enkel probleem. Ja. Dankjewel. Nou ja, dat heb ik heel lang niet gedaan. Nee, daarom is het ook wel leuk om die rust te doen. Dat vind ik ook het mooiste aan sport. Je hebt zoveel oefeningen die je kan doen, waardoor het natuurlijk leuk blijft. Als je alleen maar hetzelfde, dan ben je op een gegeven moment ook denk ik, dag. Dat was juist zo leuk daar buiten, weet je wel. Toen ook met die plank, jongen. Met die balk. Oh. Ja. Echt hilarisch. Erop. Precies. Ik ook nog een keer, denk ik, dat we gingen racen op de caravan. Maar ja, ik heb dat niet verantwoord als er dan ongeluk gebeurt. Ja, nee, precies. Ik had van de zomer had ik wel een keertje verwacht van
hé, hey, we gaan wat leuks doen. We gaan de vijver in. Maar dat is toch maar niet gebeurd. Oh, dat was vies. Ga je de vijver in? Ja. Het plannetje was er wel volgens mij, hoor. Ja, dat was er zeker. Maar hij is zo vies. Wil ik sowieso nog één oefening doen? Oh. Ja, want ik hou ervan elke keer als een record, persoonlijk record verbroken wordt. Uh-huh. Dus we gaan weer. Deadliften. Maar mooi. Ja, maar Ton, jij bent aanmoedigd. Ja, maar de eerste hoor. Nee, ik doe die wel daar. Ja, jij mag die doen. Hoppatee. Wat vond je eigenlijk de leukste les? Oeh! Die is moeilijk, denk ik. Ik denk misschien wel toen ook met die bodybuilders erbij. Ja, ja. Met die fitnessgasten. Dat is helemaal afmatten. Met Marga nog. Ja. Aan de leiding. En we nog wel eens over, ja. Dat ze stiekem die gasten in de kont knoopt. Ja. Marga. Oh. Ah, boksen in de Chile, in de caravan. Die regen. Ja, oh, ik vond het zo verschrikkelijk met die regen, ja, dat er gewoon geen ruimte was. De grappigste vond ik wel echt met die oudere mensen. Toen opeens Olly Polly. Oh ja, ja, ja. Ja, ik heb zo gelachen toen. Toen waren er oudere mensen. Toen ging ze op de toen wij op die zijkant zo. Toen moest je die foto, jij moest ja, Tom is fotograaf. Ja, ik heb vier fototoestellen in mijn handen gedaan. Oké. Maak het allemaal maar op, zegt ze. Je weet nog goed moet. Maak het allemaal maar op. Nee, naast elkaar, heel goed. Mooi squat. Oké. Nou, hoeveel had je van deze keer? 300 zoveel? Kijk, jij had 390. Jij had mij 380. Jij zat 383 volgens mij. Ja, en maar zij? Ja, 390. Jij zat naar boven. Oké. Okay. Moet ik nu gewoon boven dat record en ja, dan stoppen? Ja, je moet zo hoog naar je maag komen, neem ik aan. 400, ja. Dat kan je wel. 400, minimaal. Oké. Okay. Oh, kijk eens aan. Heel goed. 519. Okay, heel goed. Kom maar, kom maar, kom maar. Door, door, door. Oké, okay, en rust. Oh, 519. Ja, goed met je. Heb je geoefend of nee, zo? Nee, maar ik kan ook niet tegen dat je beter bent. Ja, maar dit haal ik helemaal niet in, joh. Ik moet al daar zo als ik het zie. Hoe was het wel? Ja, zo, hè? Omhoog ja, houden. Mooi squat, ja. Dus benen ja, naast elkaar. Ja. Bips naar achter. Ja. Hop, en omhoog. Ja, nou. Yes. Kom maar, 3, 2, 1, en go. Heel goed. Heel goed, door, door, door. 25. Oké, okay, netjes. 405. Echt? Ja, nee, 425. Hè? 425. Oh, ik dacht 405. Benen gebruiken, oh, benen gebruiken, benen gebruiken. Heel goed, de blaas uit. Kom maar, door, 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 door. Ah, niks. 4,49. Ja, ja. Dus de koor staat 6,5,17. Die moet er. Kendrick, ga je hier overheen? 4,19? 4? 4,17. Oh. Nee, 5,17. Oh, nee. Oké, okay, kom maar. Gaan we. Heel goed, en blaas uit. Heel goed, en door, en door, en door, en door, en door. Heel goed, kom maar. Je was wel net, beter dan net. Zo. Beter dan de vorige keer ook. Oké. Okay. Ik zit al eigenlijk over mijn tijd heen. Oh. 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 Oeh. Kijk, deze goed zetten. Ik voelde hem nou wel ook meer in mijn benen. Heel goed. Ja. Dan... Jij had het in één keer door. Je ging als een tieren hier. Maar dan heb ik ook heel veel gezegd. Als je eenmaal door weet hoe de houding moet. Ja, want ik voelde nou niks in mijn armen, gewoon niks. Nee, dan doe je het goed. Ja, een beetje, maar gewoon normaal. Ik had 1000, hè, moet ik over hem komen. Nou. Nou, techniek is zo belangrijk in sport en in fitness. Zoals ook voor de houding, hè? Voor trainen. Maar ook als je een record wil verbreken, ja. Ja. Kijk hem gaan, strongman.
Ga je straks ook op de sportclub even een zwoele blik trekken naar al die vrouwen? Tuurlijk. Wat denk je dat ik het voor doe? Ah, oké, kies een apparaat uit. Ach, ik sta hier toch. Dan gaan we ieder 3 minuten. Om lekker uit te lopen, laatste beetje diesel eruit. En nog een keertje. Ja, yes. Ja, nu is het goed. Dit apparaat wel thuis zullen hebben, dit. Dat lijkt me wel lekker. Ja, dan thuis voor de tv. Met een muziekje aan lijkt me heerlijk. Nou, alles is te koop. Dit. Ja. Hè? Ja, de sportschool staat vol met die dingen. Dat ook. Als je maar genoeg biedt, heb je hem. Ja, deze apparaten. Ja, deze die niet te koop zijn, denk ik. Nee, die gaan weer terug waar ze vandaan komen. Die kan Peter zelf weer ophalen. Oké. Okay. Met de kachel. Ook al. Ja, die wil die graag hebben. Aha. Uh-huh. Prima. Maar het leek wel toen ze hier kwamen, of ze gewoon hartstikke nieuw waren. Dat was zes ook. Maar straks gaan ze gewoon in de sportschool gebruikt worden. Ja. Oh, oké. Okay. Ik weet niet of hij ze in zijn sportschool zet of dat ze een andere sportschool zet. Maar het is allemaal nieuw apparaat. Wat zei je? Zwaar heb ik niet voor trainen. Ja. Maar heb je dat zelf ook niet met sporten, zeg maar, als je dan wat doet, dan denk je echt van nee, dan zeg je hele lichaam nee, maar aan het einde denk je oké. Okay. Ja, buikspieren, altijd. Ja. Dan ben ik gewoon kwaad op mezelf. Ik hou nou eens op, vent. Ja. Waarom doe je dit? Maar achteraf denk je, yes. Doe je vaak buikspieren dan? 2 keer per week. Het scheelt dus zo'n kleine spiergroep. Dat het eigenlijk bijna geen nut heeft om het elke dag te trainen. Mm-hmm. Ik heb een hele weinig capaciteit. Dat is waar. Maar je zegt ook, zeg maar, als je gewoon normaal op een stoel rechtop zit en je spant wel je buik aan, dat je het dan een soort van traint of niet? Of je buik moet wel echt iets voelen. Ja, je moet wel echt spanning hebben. Yes, nog 40 seconden. Maar merk je zelf dan met sporten van het begin tot nu, dat je gegroeid bent? Dat je zeg maar meer gewicht in kan? Nou, dat doet wel pijn. Oh, oké. Okay. Alleen nu merk ik dat het wel heel vervelend begint te worden. Ja. Dus ik hoop dat ik snel naar de tandarts te kunnen hierbuiten. Ja. In ieder geval opgelost. Maar het is niet constant. Alleen met druk. Alleen echt met harde zoals shit en nootjes. Oké. Okay. En hele koude dingen. Maar. Ja. Ik denk het gaatje nog steeds zit, maar dat ons echt niet weten. Ja, misschien moet je dan zo'n wortelkanaalbehandeling krijgen, weet je. Nou, ik heb het al een keer op 3-4 gehad, hè. Maar ik bedoel, het wordt gewoon helemaal verdoofd en dan voel je gewoon niks. 3, 2, 1 en stop. Heel goed. Netjes. Dan moet ik hem aan. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Heel goed. Ja, auw. Zo, auw. Ja. Allemaal goeie oortjes. En een flapje van 5. Ja. Denk je ik heb 20 euro bij. Heb je een tientje terug? Ja, zeker. Als je nou echt sport ziet, dan ook rood? Ja. Okay. Ik krijg dan heel snel... ik hier heel snel rood krijg. Kijk, sowieso. Maar dan wordt hij helemaal... Oh. Ik heb ooit een stom grapje uitgehaald met nagellak en een nagellak remover. En sindsdien wordt het heel snel rood. Wow. Dan zie je het nu ook wel een beetje zo'n rode streepje bij mijn ogen. God van mij. Even rustig naar boven. Daar hebben we geen zin in. Ga jij nog iets in het weekend doen? Hier zijn maar. Ja, hier zijn. Ja, scherp. Even denken. Nee, niet per se. Ja, loop gezellig anders of mee naar Silo dan. Ja, is goed. Even wachten. Ja, water, ton. Ik denk sowieso vrijdag wel even een paar pilsjes gaan poppen. Gewoon voor het idee. Ontzettend. Gewoon 2 flessen rode wijn gekregen. Moet ik zijn haar doen hoor. Hey, Ton gewoon. Ton gewoon.
Ik wil bijna die spiegel meenemen.